Ja, hallo en welkom. Mijn naam is Florian Cramer. Ik werk als lector bij de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Ik ben hier te gast om te praten over online onderwijs, online systemen, online samenwerking, juist in het kunstonderwijs. En wat er moeilijk is en wat misschien toch wel kan. En, maar laten we het ons eerst hebben over de huidige realiteit. De huidige realiteit van het onderwijs waar we allemaal in zitten. Docenten, studenten. En het maakt ook niet uit of je op een universiteit zit, een hogeschool, een kunstacademie. Feitelijk kan je deze realiteit heel simpelweg benoemen door de software die we op dit moment gebruiken. En nummer 1 is Microsoft Teams. Nummer 2. Ofwel nummer 1 ook, is Zoom. We hebben het ook over Skype. We hebben het over Google Hangouts, die nu ook bekend zijn onder de naam Google Meet. En we hebben het ook over de open source oplossing Jitsi Meet. Ik ga even naar een lege blanke pagina om wat visuele rust te krijgen van dit soort van beelden. En beelden waar we waarschijnlijk allemaal genoeg van hebben. Sinds de afgelopen weken. En ook mijn excuses voor al die glimlachende gezichten. Vanwege privacy heb ik deze beelden niet uit mijn eigen bestanden gehaald, maar uit Google Image Search. En daar vind je alleen maar schermafbeeldingen die als promotiemateriaal door de softwarebedrijven zijn gemaakt. Nu, wat zijn nu de problemen hier met deze systemen? Nou, er zijn nummer 1 bekende technische problemen, zoals bijvoorbeeld verbrekende verbindingen, slechte geluidskwaliteit, slechte beeldkwaliteit. Maar ik denk er zijn ook veel dieper gaande problemen. Er zijn natuurlijk ook socio-economische problemen. Dus wie mag, kan überhaupt deelnemen in deze soort van conferenties? Studenten hebben vaak niet de nodige apparatuur of de goede internetaansluiting thuis. Dat is een probleem dat we in de praktijk zien. Maar het probleem is in mijn ogen ook een probleem van esthetiek, van beeldtaal, van vormgeving, die ingebakken is in deze systemen. Het is namelijk zo dat dat hele kader van de split-screen talking heads onze interactie van het online onderwijs op dit moment zowel bepaalt, maar ook beperkt. Het lijkt voor mij zo'n beetje alsof we allemaal collectief in de Amerikaanse jaren 70 sitcom-tv-series The Brady Bunch zitten. En hier is de originele intro-sequentie van deze series. Here's the story of a lovely lady who was bringing up three very lovely girls. All of them had hair of gold, like their mother, the youngest one in curls. It's the story of a man named Brady, who was busy with three boys of his own. They were four men living all together, yet they were all alone. Till the one day when the lady met this fellow, and they knew that it was much more than a hunch, that this group must somehow form a family. That's the way they all became the Brady Bunch. The Brady Bunch, the Brady Bunch. That's the way they became the Brady Bunch. Dit was een sitcom over wat toen in die tijd, in de vroege jaren 70, als een gemiddeld middelklasse gezin werd gezien in Amerika. Het was ook een beetje gemaakt als een soort van feel-good TV-show. Een mooi leven zonder echt ernstige conflicten tussen de protagonisten. In de huidige tijd, denk ik, valt meteen op hoe je een heteroseksuele en witte normativiteit wordt gecodeerd. En het intro vertelt hier genoeg over. We hoeven zelfs niet naar de afleveringen te kijken om te zien hoe hier de white American middle class wordt geconstrueerd. Maar je kan dit ook duiden als een soort van vertaling van de abstracte schilderij en van het minimalisme van Piet Mondrian bijvoorbeeld. Of hier laat ik tekeningen, prints zien van Donald Judd, een minimalistische kunstenaar uit Amerika van de jaren 60. En het lijkt erop alsof de Brady Bunch en ook nu wij zelf invullingen zijn van deze voorafgetekende kaders.
Maar misschien kunnen we juist ook met onze eigen perspectief vanuit de kunsten en vanuit vormgeving, design, bewuster en hopelijk ook creatiever omgaan met deze kaders. En ik wil hier graag één voorbeeld laten zien. Dat is van Johannes Kreidler. Johannes Kreidler is een componist van experimentele muziek. 15 jaar geleden studeerde hij trouwens ook in Den Haag, sonologie. En dit stuk was gecomponeerd al in 2012 in opdracht van een festival voor hedendaagse klassieke muziek. En ik laat maar even de eerste minuut ervan zien. Ik denk, nu zou je dit stuk ook als een soort van collectieve online performance kunnen doen. Juist in systemen zoals Teams, Zoom, Skype, Hangouts of Jitsi. En ze zouden juist de perfecte kaders letterlijk daarvoor geven. En dat maakt het wel mogelijk om ook na te denken over meer experimentele en performatieve artistieke uitingsvormen en gebruik van deze media. Ja, dus dat is ook een vraag, gebruikt men misschien op dit moment deze media op een heel conventionele en saaie manier en kan het niet beter. Maar ik denk dat het niet wegneemt wat de uitdaging is met die we nu worstelen. Heel kort door de bocht, en in mijn oogpunt is de grootste uitdaging voor het kunst- en designonderwijs zijn de materiële praktijken. Theorieonderwijs kan je denk ik heel makkelijk overzetten naar zo'n online onderwijs. Voor alle kunst- en designpraktijken die helemaal digitaal ontstaan, gaat het ook nog relatief goed. En ik heb hier als voorbeeld een informatieontwerp van Catalog Tree. Dat zijn trouwens oud-studenten van Artis Arnhem, een grafisch ontwerp. En hier zou je wel kunnen zeggen dat je dit soort van werk nog goed in een online les kan presenteren. Bijvoorbeeld via een PDF-bestand dat vooraf naar de deelnemers wordt verstuurd. Dan in verband met een online groepsgesprek, groepsdiscussie en misschien ook een PowerPoint-presentatie die als scherm wordt gedeeld onder alle deelnemers. In die zin denk ik dat wel een groot deel van het designonderwijs, zoals het nu al draait, makkelijker overgezet kan worden naar online dan we gewoon denken. En mijn verwachting is zelfs dat dit zal gebeuren, ook na de coronacrisis, namelijk alles wat we nu op dit moment uitproberen en als nieuwe realiteit, als het nieuwe normaal neerzetten, dat blijft zeker ook het nieuwe normaal na de crisis. En dat is een heel nuchtere constatering. Ik ben me bewust dat daar ook heel veel dingen verloren gaan, hè? De fysieke interactie tussen studenten. Het is een veel armoediger manier van met elkaar discussiëren in een les als je dit via een online conferentiesysteem doet. Tenminste, mijn eigen beleving. Maar mijn verwachting is ook, er is bijvoorbeeld ook bezuinigingseffecten. Je hebt minder leslokalen nodig, et cetera, et cetera. Het is makkelijker om bijvoorbeeld ook studenten die op een stage zijn in het buitenland deel te laten nemen in het onderwijs. Dus deze veranderingen zullen zeker komen. Ik wil nu graag nog een ander werk van Catalog Tree laten zien, een installatie. Nou, stel voor, dit zou iets zijn wat je zelf als student bij Artis doet. Dan zou dat bijna onmogelijk te realiseren zijn zonder fysieke ontmoeting, zonder fysieke faciliteiten. En ook als je over zo'n project praat in een online overleg, slechts met een camerabeeld, zou dat heel slecht te beoordelen zijn en heel slecht op te richten.
Dus de vraag is, hoe gaan we hiermee om in de toekomst? En wordt dan dit soort van werk steeds meer onmogelijk? Hier is nog een tweede voorbeeld van een grafisch ontwerpwerkstuk dat feitelijk als studentenwerk is ontstaan bij Arthur Swalle, ook in de opleiding grafisch ontwerp. En wat ook helemaal niet, of tenminste niet makkelijk, overdraagbaar is naar een online onderwijs. Dus de vraag is, gaan we dat in de toekomst doen? Er zijn bovendien hele kunst- en ontwerpdisciplines die niet zonder fysieke ruimtelijkheid en lichamelijkheid kunnen werken, denk ik. Modeontwerp is een voorbeeld. Ik denk dat het al heel problematisch zijn als je dat alleen nog maar digitaal doet. Architectuur, productontwerp, sculpturale, installatieve en ook performatieve beeldende kunst. Grote delen van de podiumkunsten. Dus de vraag is, wat gaan we doen? Als we een klassieke universiteit zouden zijn met alleen maar theorielessen, zou het heel veel makkelijker zijn om hier een overstap te maken naar online onderwijs. Maar ik denk juist voor een kunst- en designacademie is het extreem uitdagend. Mijn voorbeeld hier is het podium en de werkplaats Knust Extrapol in Nijmegen, dus ook in de buurt van Artes. Dat zijn de pioniers van de huidige RISO-printcultuur, voor de mensen van jullie die daar misschien een beetje in zitten. En tegelijkertijd zijn ze niet alleen een drukwerkplaats, maar ze zijn ook een podium voor muziek en performances. Experimentele muziek en experimentele performances. En je ziet hier juist een voorbeeld van een performance waar ze die twee dingen, het drukwerk en de muziekperformance, met elkaar verbinden. Ja, wat doe je daar nu? In de tijden van corona, letterlijk, is Extrapol op dit moment dicht en vinden daar geen performances plaats. En de vraag is, ja, hoe gaat het verder met deze soort van plekken? En hoe gaat het verder met deze soort van kunstpraktijken? Ik denk het equivalent hiervan in het kunstonderwijs zijn de werkplaatsen. Ja, de drukwerkplaatsen, de metaal- en houtwerkplaatsen, de textielwerkplaatsen. Hoe gaan we hiermee om? Als alleen de maatregel wordt toegepast dat je 1,5 meter moet afstand houden, dan wordt het al heel moeilijk om in deze werkplaatsen nog werk te doen. Nu, maar het gaat ook dan niet alleen over facilitering of faciliteiten, maar ik denk over een concept dat heel cruciaal is voor het kunst- en ontwerponderzoek, de studie, het werk. Namelijk het concept dat je feitelijk onderzoek doet door materieel te experimenteren. En niet conceptueel vanzelfsprekend, maar soms ook door de materie doorheen. Dat je begint met een materieel onderzoek en op deze manier jouw werk en ook jouw concepten ontwikkelt. En hoe doe je dat als je in een helemaal abstracte en lichaamsloze of geabstraheerde omgeving wordt gegroeid en dit niet meer materieel kan doen?